Hi Scorpioen, welkom bij je diepe, intuïtieve, wekelijkse tarot-sessie met Annemiek van Tarot en zo. Licht, waarheid, inzichten. Happy! De nachtegaal. De nachtegaal die zegt, zing je eigen waarheid. Zing je eigen, grappig hè, ik gebruikte het woord waarheid. Zing je eigen liedje. Gebruik je eigen middelen. Zelfs als het gaat om apparatuur. Als iemand zegt, als je bijvoorbeeld met iemand op vakantie bent of met een groep mensen en je staat bij een hele mooie waterval en iedereen wil daar natuurlijk een foto van maken en jij begint een foto te maken met je eigen smartphone. En dan, of camera, en dan zegt iemand van, oh joh, je moet mijn eigen gebruiken, die is veel beter, dadada. Blijf bij je eigen apparatuur, zelfs als diegene qua kwaliteit beter is. Het kan zijn dat dit advies nu al meteen naar voren komt, meestal aan het einde van een reading pas, maar omdat je geneigd bent te denken dat als iets beter is, als de apparatuur, het middel, beter is, dat het eindresultaat dan ook beter zal zijn. En dat is niet waar. Want daar waar jij kent jouw eigen liedje, jij kent jouw eigen camera. Om even het voorbeeld van de camera te gebruiken. Het kan ook best zijn dat je met z'n allen op vakantie gaat of een weekendje weg. En laten we in mijn auto gaan, zegt een vriend van jou, want die is veel ruimer. Ja, maar jij kent je eigen auto. En jij vindt het fijn. En jij weet dat jij veel meer ruimte hebt van jezelf. Jouw hart is veel meer open. Dus ook als je auto kleiner, hij is alsnog ruimer voor jou. Of daar mag je in roken, mocht je roken. Ik noem maar wat voorbeelden, ja? Het is belangrijk dat je je eigen liedje zingt. Ook uiteraard gaat het over praten. Vertel je eigen waarheid. En gebruik je eigen woorden. Paard. Dit gaat over die ander. En normaal gesproken is paard natuurlijk prachtig. Het is een edel dier. Nu niet. Nog steeds een edel dier natuurlijk. Maar dit is die ander die met zijn kracht jou probeert te overtuigen van zijn camera. Van zijn auto. Van zijn ideeën. Zijn woordgebruik. Ach, natuurlijk mag je af en toe best wel vloeken, zegt hij dan bijvoorbeeld. Er is er mis mee met af en toe scheldwoord gebruiken. Ik bedoel dat niet ernstig, het is gewoon een grapje. Maar als jij, schorpioen, dat akelig vindt, doe er dan niet aan mee. En zeg er iets van. Als jou dat kwetst, als mensen scheldwoorden voor elkaar gebruiken. Hoeft nog niet eens tegen jouzelf te zijn, hè. Als iemand bijvoorbeeld het woord, ik ga het niet hardop zeggen, maar GVD gebruikt. Het betekent, God verdoem mij. Nou, dat ga je toch niet zeggen? Dan vervloek je jezelf. GVD is een vloek over jezelf. In het Nederlands, hè? In andere talen is het iets anders. Dan vervloek je meer de situatie. Wat ook helemaal niet gunstig is natuurlijk. Je wil juist dat het gemakkelijk loopt. Dus je wil niet nog eens een keertje dat God of de goden of waar je ook in gelooft, er hun negatieve energieën, donder, bliksem, schichten erop afsturen. Vloek niet. En met schelden geldt precies hetzelfde. Dat wat je tegen een ander zegt, zit in jezelf. Je hoort het woord zelf ook. Ik heb dat voorbeeld van GVD gebruikt in een clip, ja, over zelfmoord. Ja, als je die clip nog niet hebt gezien, zeker Schorpioen, ik denk dat je het interessant vindt. Je houdt wel van het mystieke en het duistere ook, om ervan te groeien. Hè? Om er uiteindelijk meer door in het licht te komen staan. Vergeet dat nooit, oké? Okay? Terug naar het werk, jongens. Staaf 3 en de speaker. Ridder van Kelken. Ridder, toch? Ja, Ridder van Kelken.
Ja. Dit is die kracht van dat paard wat zich kan uiten in zeuren. Hij blijft het proberen. Die persoon blijft het proberen. En voor jou is het niet goed. Jij moet blijven bij je eigen liedje. Dan blijf je ook op je eigen planeet staan, zo gezegd. Hij is blauw, in dit geval. Deze persoon, die is zelf goed gelovig. Die heeft het van iemand anders gehoord. Dat af en toe eens scheldwoord gebruiken. Of met een grotere auto gaan. Of een betere camera te gebruiken. Of koffiezetapparaten. Of een bepaald soort verf. Of een bepaald soort plant in huis hebben. Dat dat beter is. Hij gelooft dat zelf. Hij is goed gelovig. Hij heeft dat overgenomen. Hij is... dat wat hij bij zich draagt, dus wat hij in die kelken heeft, dat is niet... Hij blijft het maar geven, maar het is niet eens van hemzelf. Dit is een normaal kaart voor iemand die snel verliefd is. Romantisch. Dus die goed kan kletsen. Maar kletspraatjes dus ook. Het kan dus ook zijn dat dit iemand is die verliefd is op je en blijft zeggen tegen jou met kracht... Hey, wij twee horen samen. En jij denkt bij jezelf. Zeg het. Open die snavel. Zing je eigen lied. Zing je eigen lied. En kijk eens dat als je het zegt. Er komt licht hè, uit die snavel. Als je het zegt, heeft het een goede afloop. En misschien... Direct niet voor die persoon, want immers hij is verliefd, hij wil iets van je. Maar uiteindelijk wel. Jullie passen niet bij elkaar. Hij zou er uiteindelijk, als jullie dus niet bij elkaar passen, hij zou er uiteindelijk ook niet gelukkiger van worden. Ja? En dan heb ik nog deze kaart. Staven 3. Dit is iemand, jij, die tevreden is met wat hij heeft. Tevreden is met zijn eigen middelen, zijn eigen... Materiële zaken, zijn eigen huis. Je hoeft niet per se te verhuizen als jij dat niet wil. Je hoeft je tuin niet anders aan te leggen als jij dat niet wil. Je hoeft geen... Voor een enkeling. Je hoeft je niet te schamen dat jij geen voorjaarsbloemen nu al hebt bloeien. Dat jij die bollen niet in de tuin hebt gepoot vorig jaar. Dat je daar geen geld meer voor over had of geen energie meer voor had of... Of dat je het gewoon puur vergeten bent. Schaam je er niet over. Het is jouw tuin. Dit gaat om jouw middelen. Het gaat om jouw basis. Dat wat jij al hebt. Je hebt al een tuin. Je hebt al een lap grond. Of je hebt al een huis of een kamer. En misschien is die heel klein. Maar het is wel wat bij jou past. En wat anderen er ook van zeggen. Oh. Ik heb zo'n gevoel nu van, ik ben deze, hè. Ik ben hem zo beu. Ik ben hem zo beu. Dat is wat ik voel. En dat is terecht. Maar je moet het wel even zeggen tegen die persoon. Van, hey, ik hou echt niet van je op die manier. Ik voel niet hetzelfde voor je. Of, hey, laat mij nou lekker met mijn camera spelen. Laat mij nou lekker klungelen met mijn koffiezetapparaat. Ik begrijp trouwens niet waarom ik dat voorbeeld gebruik. Ik drink nooit koffie. Echt nooit gedaan. Maar, snap je? Wat het wel echter is, dat jij hebt je basis al. Jij staat stevig. Jij staat tevreden met wat je hebt. En van daaruit mag je plannen om meer te willen. Van daaruit, langzaam maar zeker, in je eigen tempo, mag jij bepalen welke camera zou ik nu eens voor mezelf kopen. Welke camera is beter? Welke auto past nog beter bij mij? Maar dus niet van wat er jou opgedrongen wordt. Ook al blijven mensen het dus heel vaak tegen je zeggen. Nee, je moet toch echt dat merk hebben hoor. Je moet echt dat merk hebben. Ik snap niet waarom je niet meer planten in huis hebt. Of waarom je geen gordijnen voor de ramen hebt. Of waarom je gordijnen voor de ramen hebt. Ik snap de...
Hij valt op de grond. Oh, wat heerlijk. Ik wil het er niet meer over hebben. Spreek je uit naar diegene en negeer het verder. Jij hebt een basis. Jij hebt spullen. Jij hebt dingen. Jij hebt bezit. Jij hebt materie. En van daaruit mag je kijken wat je nog meer voor jezelf wil. En als het gaat over iemand die verliefd op jou is en het is niet wederzijds, of misschien denk je erover om te scheiden of om tijdelijk even uit elkaar te gaan, laat je niet ompraten. Jij hebt jouw basis, jij hebt deze zekerheid in jou. Jij weet wat je hebt nu momenteel aan emoties, aan gevoel. En van daaruit mag je verder kijken van, hey, ik heb het nu even nodig om alleen te zijn. Ik zeg dit natuurlijk niet voor niks, hè. Zeg gerust tegen je partner, ik heb het even nodig om alleen te zijn. Kunnen we misschien even iets plannen dat jij wat vaker naar je vrienden toe gaat deze week? Of uit eten gaat deze week? Dat ik gewoon even, als ik thuis kom van mijn werk, dat ik even alleen kan zijn. Ja, een enkeling van jullie heeft dat nodig. Deze man staat hier ook alleen, hè? Hij voelt niet voor mij dat hij eenzaam is. Hè? Hij heeft zijn schouders gewoon recht staan. Hij kijkt fier. Verder dan wat hij nu heeft. En het is ook geel. Geel is zonnig, goed, optimistisch, positief. Laat je niet van de wijs brengen door een ander. Als je het eng vindt en je staat niet zelfverzekerd genoeg, ik heb er een clip over gemaakt, genaamd Hoe word ik zelfverzekerd? En ook al heb je hem gedaan, doe hem nog een keertje met deze kennis nu. Met de inzichten die nu bij jou naar boven zijn gekomen. Als intentie. Je kan ook delen van die clip doen. Dat je gewoon op 5 minuten begint. Ja, zie maar. Deze clips zijn ook van mij. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken. Dank jullie wel. Tot de volgende keer.